Hallo en leuk dat jullie kijken allemaal naar deze live presentatie. Deze presentatie ga ik vandaag houden dus voor de 10 meest gestelde vragen die we krijgen over Opel Private Lease. Nou, een kleine historie. We hebben ongeveer al 3-4 jaar dat wij Private Lease aanbieden. En in die jaren krijg ik natuurlijk veel vragen van klanten, omdat het iets nieuws is. Hè, iets anders is dan eigenlijk op de traditionele manier een auto rijden of aanschaffen of kopen inderdaad. Dus dit is eigenlijk een nieuwe manier. Voor wie wij niet kennen, mijn naam is Hendrik Liewes. Ik ben verkoper in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewes & Rode. Nou, een Opel Dealer zijn wij inderdaad al een mooi tijdje. Ons familiebedrijf bestaat eigenlijk al meer dan 90 jaar. En wij zijn al 50 jaar, zijn wij al Opel Dealer. Nou, vandaag dus op het programma de 10 meest gestelde vragen die gaan over Opel Private Lease. Mocht je zelf vragen hebben, typ ze gewoon onderin. Ik probeer ze ook aan het eind van de 10 vragen, misschien zitten ze er uiteraard wel tussen, maar aan het eind van 10 gestelde vragen probeer ik ze uiteraard ook te beantwoorden. En anders kom ik er uiteraard later ook op terug. Nou, de vraag 1 is eigenlijk de vraag die we eigenlijk meestal krijgen, is natuurlijk van nou, wat is eigenlijk de maximale looptijd die je kunt doen met private lease via Opel? Nou, je kunt eigenlijk kiezen voor eigenlijk een nieuwe auto die je dan 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar of zelfs 5 jaar kunt leasen. Nou, het mooie ervan is natuurlijk dat je eigenlijk je auto geheel kunt samenstellen. Dat is ook een heel mooi voordeel. Dus je stelt eigenlijk je favoriete auto geheel samen qua kleur, qua opties, noem het dan maar op. En daarnaast bepaalt natuurlijk de kilometers die je per jaar gaat rijden en de looptijd. Nou, zo komt er eigenlijk een maandbedrag komt daar natuurlijk uit. Nou, vraag 2 die we ook krijgen is, wat gebeurt er nou als ik mijn kilometerstand die ik heb aangegeven vooraf, wat gebeurt er nou als ik die overschrijd? Hè? Dus als ik meer kilometers ga rijden per jaar? Nou, dat is uiteraard niet een probleem. Stel voor een voorbeeld, we gaan kijken naar een Opel en die doe ik 5 jaar lang. En ik rijd 10.000 kilometer per jaar. Nou, dan staat natuurlijk aan het eind van de rit staat er 50.000 kilometer moet er eigenlijk op staan. Nou, het is niet zo dat het per jaar exact 10 moet erop komen te staan. Stel voor als je het ene jaar 8.000 kilometer rijdt en het andere jaar rijden 12. Dat is uiteraard geen probleem. Aan het einde van de rit is het er wel inderdaad tot 50.000 kilometer. Mocht je nou meer kilometers rijden, dan betaal je een x-bedrag. Dat hangt een beetje van de auto af per gereden kilometers. Wat mooi is ook, stel voor als je nou minder kilometers gaat rijden. Dus je rijdt in plaats van 10.000, rijdt toch minder. En aan het eind van de rit staat er geen 50.000 op, maar bijvoorbeeld 48.000 kilometer. Ja, dan krijg je ook nog een bedrag terug. Dus het is niet zo dat je bij meer kilometers alleen maar bijbetaalt. Maar rij je minder, krijg je uiteraard ook nog een bedrag daarvoor voor terug. Nou, de vraag 3 ben ik nou bij beland, is de vraag van, kan ik ook eerder stoppen? Dus stel voor, ik heb een contract van 5 jaar, kan ik ook eerder kan ik daarmee stoppen? Nou, die mogelijkheid is er uiteraard wel. Kijk, los van de reden die dan is, stel voor als natuurlijk met overlijden dat je geen schuld hebt en dat je het bedrag niet kan betalen. Nou, dan zijn daar uiteraard oplossingen voor waarbij je eigenlijk kosteloos van het contract af kan. Maar als er nou iets is waar je zegt van nou, ik wil gewoon niet verder, ik heb gewoon zin in wat anders. Ja, dan hangt daar eigenlijk een bedrag, een opzegvergoeding hangt daar tegenover. Nou, die is gemiddeld een beetje rond 50% van het maandbedrag wat je eigenlijk betaalt met de resterende looptijd. Kijk, en dat is natuurlijk niet echt een iets wat je eigenlijk wilt. Dus het mooie is bij Opel Leasing is dat wij er eigenlijk als dealer natuurlijk ook heel kort bij zitten. Waardoor we altijd kunnen kijken naar een oplossing. Hè? Bijvoorbeeld dat wij de auto terug kunnen kopen of op die manier. Zodat je eigenlijk wel gemakkelijk weer er vanaf kan. Dat laatste kan ik niet eigenlijk 100% beloven. En in de meeste gevallen gebeurt het ook niet. Hè? We kijken bij een private lease natuurlijk een prachtig middel. Waardoor je eigenlijk door een vast maandbedrag en een looptijd. Waardoor je geen zorgen hebt. Je rijdt gewoon echt zorgeloos rijden. Alles zit er ook inderdaad ook bij in. Daar komt dus de volgende vraag. Dus heel veel mensen die maken daar uiteraard ook geen gebruik van. Maar mochten er dus andere omstandigheden zijn waarbij het bijvoorbeeld iets erg met overlijden of andere schuld waardoor je het inkomen eigenlijk niet meer kan betalen, dan zijn er uiteraard ook hele gepaste oplossingen daarvoor. Vraag 4 die ik heb gekregen is, wat betaal ik nou eigenlijk aan eigen risico? Nou kijk, er zit natuurlijk een verzekering zit erbij in. Dus dat is ook allemaal meegenomen in het leasecontract. Dus dat zit er ook allemaal bij.
Het is gewoon een all-risk verzekering is het gewoon. Je betaalt bij Open Leasing betaal je €150 eigen risico. Nou, dat is eigenlijk erg laag als je het vergelijkt met andere aanbieders. Sommigen zitten bijvoorbeeld €350 of zelfs meer. Maar bij €150 is eigenlijk alleen wanneer je eigenlijk zelf de schuld aan hebt. Dus mocht er natuurlijk iemand anders wat gedaan hebben, ja, dan is het eigenlijk niet zo. Maar mocht je er zelf schuld aan hebben, noem maar op, ja, dan betaal je daar eigen €150 dan voor. Nou, kijk, in sommige gevallen zie je dat de schade ook wel eens wat minder €150 is. Kunnen we uiteraard ook via externe partijen gewoon oplossen. Kijk, het mooie ervan is dat wij alles eigenlijk voor u regelen. Dus u kunt bij ons terecht natuurlijk voor het onderhoud, voor reparaties, nou ook voor schade, noem het dan maar op. Dus alles heb je onder één dak. Nou, en hoe mooi is natuurlijk is dat. Gaan we naar vraag 5. Nou, dat is eigenlijk een vraag die ik een klein beetje al beantwoord heb. Maar dat is dus eigenlijk, wat zit er dus allemaal in het leasecontract? Dus wat krijg je er allemaal voor? Nou, ik zei dus al dat het mooiste is ervan dat je natuurlijk de auto als allereerst helemaal kunt samenstellen. Ja, dus je kunt zeggen van, nou, die kleur wil ik hebben, die uitvoering, die motor, die opties wil ik erop hebben. Zodat je dat helemaal naar eigen wens kunt samenstellen. Het gaat eigenlijk natuurlijk om nieuwe auto's. Nou, en als je dan het maandrag hebt, dan zit daar de wegenbelasting zit daar van de auto zit erbij. De verzekering zit er van de auto erbij. Het onderhoud, reparatie zit daarbij. Nou, pechhulp, dus eigenlijk voor de hele looptijd zit er ook pechhulp. Ook in het buitenland zit daar ook bij. Vervangend vervoer uiteraard. Hè, dus als je hier voor onderhoud komt of schade, noem maar op. Dan regelen wij natuurlijk ook een vervangende auto. Ook dat is in het buitenland ook meegenomen. Dus, en alles zit er eigenlijk bij. Eigenlijk komt er eigenlijk meer, is het enige wat je er niet bij zit, is de brandstof. Die betaal je natuurlijk zelf. En eventueel verkeersboetes, want die zijn uiteraard ook voor eigen rekening. Maar dat is natuurlijk, kijk, het grootste wat eigenlijk de kosten van de auto zijn, is natuurlijk ook afschrijving. Hè. Dat is natuurlijk het grootste wat eigenlijk een kostenpost van de auto is. Nou, dat is ook iets wat daarbij zit. Dus je rijdt inderdaad zorgeloos voor een vast bedrag in de maat. Je hebt geen omkijken en alles wordt er uiteraard geregeld. Dus je weet precies eigenlijk waar je aan toe bent. Vraag 6 die ik heb gekregen is, of die we vaak wel eens horen van, nou, dan heb ik een leasecontract afgesloten. Mag ik er alleen zelf in rijden? Of mag ook een familielid in rijden? Of een zoon of dochter, noem het dan maar op. Nou, uiteraard is dat ook allemaal mogelijk, mits natuurlijk een rijbewijs hebben. Maar dat is uiteraard ook mogelijk. Iedereen mag er eigenlijk gewoon in rijden. Natuurlijk ben je zelf wel verantwoordelijk voor alles. Maar het is niet zo dat je alleen maar erin mag rijden. Dus we hebben ook wel situaties meegemaakt dat iemand anders de private lease contract aangaat. En dat een zoon of dochter die gaat rijden, noem maar op. Die mogelijkheden zijn er uiteraard ook allemaal. Vraag 7 is eigenlijk van, welk model valt er eigenlijk onder private lease? Nou, ik zei het net ook al, alle modellen, en dan praat ik over personenwagens. Alle personenwagens die doen ook gewoon daarin mee. Je kunt dus zelf kiezen welk model je daarvoor voor neemt en zelf uitzoeken. Dus het is eigenlijk alle personenwagenmodellen die wij in ook onze showroom hebben staan, die doen daar ook in mee. Zijn we bij vraag 8 zijn we aanbeland. Nou, we hebben de auto uitgezocht, de kleur, de looptijd, noem het dan maar op. Hoe gaat dan de aanvraag eigenlijk in zijn gang? Dus hoe gaat het eigenlijk verder voordat ik eigenlijk in mijn nieuwe auto kan stappen en weg kan rijden? Nou, de procedure is eigenlijk als volgt. Hè, wanneer we dus, dat gebeurt natuurlijk meestal bij ons in de showroom, maar het kan ook online. Dat je natuurlijk de auto samenstelt, het maandbedrag berekent. En wanneer je daar tot zegt van, nou, daar ben ik het allemaal wel mee eens. De auto bevalt mij, het maandbedrag past mij en ik wil eigenlijk wel daarin verder. Nou, het enige wat wij eigenlijk doen is indrukken op een knop, zodat de aanvraag in behandeling gaat. U krijgt dan thuis een mail gestuurd. De mail is afkomstig van EDR. Dat is een maatschappij die eigenlijk buiten Open Leasing ook onder staat. Of daar niet mee samen, of die werkt ermee samen. Die eigenlijk kijkt hoe kredietwaardig eigenlijk iemand is. Nou, die zullen inderdaad vragen stellen. Of althans, eerst krijg je gewoon een link waarbij je eigenlijk je gegevens kunt achterlaten. Wat zijn de inkomsten? Wat zijn ongeveer de woonlasten? Noem het dan maar op. Nou, wanneer je dat naar stap 2 gaat en je krijgt daardoor al een goedkeuring. Nou, dan kun je uiteraard je documenten inleveren. Dat kan gewoon online allemaal gebeuren. Hè, dus dan kun je al je salarisstroken, noem dan maar op, zodat ze het allemaal kunnen beoordelen. Nou, dan zal er wellicht nog iemand even bellen als ze nog aanvullende vragen hebben. Nou, en dan geeft EDR daar een uitkomst. Dat kan dus een goedkeuring zijn of een afwijzing. Bij goedkeuring is natuurlijk feest. Dan gaat het leasecontract wordt dan opgemaakt via Open Leasing. En daar hebben we dan een handtekening voor nodig.
Dan gaat nog 14 dagen bedenktijd gaat daar nog in. Die is wettelijk zo afgesproken. Nou, mocht je nou zeggen van nou, ik heb eigenlijk al genoeg bedenktijd gehad, kun je ook zeggen van nou, ik zie af van die bedenktijd. Zodat we natuurlijk alles sneller kunnen regelen. Zodat je ook sneller in je nieuwe Opel kunt rijden. Wanneer dus de leasecontract en de bedenktijd er dan op zit, dan krijgen wij daarna de bestelbon. En dan gaan wij de auto gaan bestellen. Nou, we hebben natuurlijk verschillende auto's op voorraad staan die ook snel te leveren zijn. En dan moet je natuurlijk denken aan een aantal weken. En natuurlijk kunnen we de auto ook bestellen. Dan is de leeftijd iets langer. Maar uiteraard maakt het niet uit, want het maandbedrag blijft gewoon zoals het is. Nou, de aanvraag hebben we dus gehad. Dan ga ik naar vraag 9. En dat is wel een vraag die misschien niet heel veel mensen weten. Dat is eigenlijk de vraag van, wat gebeurt er eigenlijk met mijn schadevrije jaren? Nou, misschien dat sommige mensen wel weten, maar mocht je eigenlijk 3 jaar of langer eigenlijk geen auto op naam hebben, noem maar op, dan kan het zijn dat de schadevrije jaren naar nul toe gaan. Dat betekent dat je eigenlijk niks hebt opgebouwd. En dat zou natuurlijk heel zonde zijn wanneer je dus na afloop van jouw leasecontract dan zegt van, nou, ik koop een auto. De meeste mensen gaan natuurlijk weer verder, maar die zeggen van, ik koop een auto. Dat je bij je verzekering aankomt en dat je nul schadevrije jaren hebt. Nou, wat er eigenlijk gebeurt is dat de achterschermen eigenlijk gewoon de schadevrije jaren door blijven lopen. Dat gaat via het Droid datasysteem, zoals we dat noemen. En waardoor dat bij einde van het contract netjes wordt afgemeld. Dus dat je ook gewoon bij een aankoop van een auto daarna, of noem het dan maar op, gewoon je schadevrije jaren gewoon behoudt. Nou, dat is natuurlijk wel iets moois om mee te nemen. Zodat je niet eigenlijk weer bij nul af aan begint. Dus het blijft gewoon eigenlijk gewoon doorlopen. Zo moet je het ook zien. Vraag 10 die we hebben is, kan ik mijn huidige auto, kan ik die ook inruilen? Dat is natuurlijk ook een vraag die we vaak horen. Deze vraag die, is natuurlijk heel logisch. Mensen hebben natuurlijk een auto waar ze nu aan rijden, die we dus ook kwijt. Nou, we kunnen uiteraard deze auto inruilen. We praten eigenlijk meer over inkopen. We kunnen dus niet de auto inruilen dat het maandbedrag dan lager wordt. Maar wat we wel kunnen doen is dat we de auto uiteraard taxeren. En dat we daar een goede prijs voor geven. En door middel van een inkoopfactuur maken wij uiteraard het bedrag gewoon pinklaar op rekening maken we daarover. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar kun je natuurlijk ook weer een maandbedrag van betalen. Uiteraard is dat niet verplicht. Dat staat ook los van elkaar. Wanneer je zegt van nou, ik heb zelf iemand die de auto wel van mij over wil nemen. Of ik ga hem zelf verkopen. Is er uiteraard je eigen keuze. Maar die mogelijkheid bieden we ook altijd. Bieden we die ook aan. Nou, en dat waren eigenlijk de 10 meest gestelde vragen die ik bij deze beantwoord heb. Nou, ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat er nog vragen zijn. Dat je nog zegt van mijn vraag die zit daar niet tussen. Typ ze hieronder in. Ik ga dan zorgen dat daar natuurlijk ook nog antwoord op komt. Zodat je ook die informatie ook van mij krijgt. Bovendien heb ik nog een hele leuke aanbieding momenteel. Momenteel, dan praat ik over tot en met 30 april 2018. Hebben we namelijk nog een hele leuke private lease actie. Die loopt dus deze maand in april nog. Waardoor je eigenlijk tussen de 10 en de 40 euro voordeel krijgt per maand. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Dus ik kan zeggen, nou, ben je in de markt, ben je kijken naar een nieuwe private lease auto of wil je er meer van weten, bezoek onze showroom aan de Centurbo Noord 133, waar ik natuurlijk alle modellen van Opel heb staan. En ik help je graag verder om te kijken van welke keuze het beste bij jou past. Nou, en hiermee heb ik dus de 10 beste vragen beantwoord. Heb ik ook nog verteld dat er een leuke actie aan komt. Ik zou zeggen, nou, vind je het een leuke presentatie? Druk dan uiteraard even op het blauwe vinkje of het rode hartje wat je dan kunt aanvinken. Om te laten zien dat je deze presentatie leuk hebt gevonden. Dat vind ik ook wel fijn om te horen altijd. En mocht er vragen zijn, ben ik er uiteraard. Bedankt voor het kijken. Ik wens jullie nog een hele fijne avond.